Hoi iedereen, welkom terug op ons YouTube-kanaal en ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie. Zoals je aan de titel kan zien is dat eindelijk mijn house tour. Jullie hebben vast wel een tijdje op moeten wachten, want ik woon hier inmiddels al sinds eind vorig jaar. Maar mijn appartement is voor ongeveer, ik zou zeggen 99% af. Dus ik dacht, oké, nu gaan we gewoon die house tour opnemen. En ik heb er heel veel zin in om jullie te laten zien hoe ik dan momenteel woon. Ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik woon hier trouwens samen met mijn vriend. En Atara heeft mij geholpen met het filmen van deze video. Dus die hoor je af en toe ook volgens mij wel achter de camera. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien hoe ik woon. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Nou, welkom. We staan nu in het halletje. Hier achter jullie is gewoon de voordeur. En dit is het halletje waar ik een hele grote schoenenkast heb staan. Hier staat eigenlijk alles. En we hebben hier onze jassen. En het is een beetje gewoon gemixt van Ray en mij. En ik heb gewoon overal een beetje jassen en schoenen staan. En deze kast vind ik echt super makkelijk. Hij is gewoon van de IKEA. Gewoon zo'n hele bekende kast. En hier zitten eigenlijk alle schoenen in die ik gewoon draag. Dus dit is eigenlijk bijna alles wat ik wel heb. Gaan we nu verder. En dan staan we nu in een soort van tweede hal eigenlijk. En deze is eigenlijk gewoon bijna helemaal kaal. We hebben één lamp opgehangen van IKEA. Echt de meest goedkope lamp ever die ze hebben. En als we hier naar rechts gaan, dan komen we gelijk bij de keuken terecht. En die is al heel erg fijn. Ik sta hier echt heel erg graag, omdat we een lekker grote raam hebben met heel veel uitzicht naar buiten. Daar kijk ik altijd heel erg graag. Maar natuurlijk ook omdat hier het eten is. Ik heb hier de koelkast staan. Dit is gewoon een inbouwkoelkast. Heel simpel, met eronder een vriezer. En er zit eigenlijk gewoon alles in. Hierboven allemaal opbergdingen. Ik weet niet echt of ik dat hoef te laten zien, weet je wel, bekers. Maar wel mijn paradepaardje in het hele huis eigenlijk. Niet alleen de keuken en waar ik super blij mee ben. En dat is dit. Dit is de vaatwasser. We hebben eigenlijk jarenlang thuis in Houten geen vaatwasser gehad. Dus toen ik zag dat dit appartement een vaatwasser had, toen trok dat mij wel echt over de streep. Deze vind ik echt geweldig. Ben ik helemaal gek op. Oh, dit is mijn theehoekje. Ik heb hier allemaal lekkere losse theetjes staan. Ik heb laatst mijn verjaardag gehad. Helemaal lekker. Hier natuurlijk ook nog magnetron grilletje. De SodaStream, die kennen jullie vast nog wel uit onze video's. Een drankstash waar ik eigenlijk nooit aan kom, want ik drink het allemaal gewoon niet. Mijn vriend ook bijna niet, dus ik weet ook niet waarom het hier staat. Hieronder, dit is misschien ook wel leuk. Dit is echt een soort van mijn snack en zoete hoek. Maar hier proberen we ook niet altijd vaak aan te komen, want dat is natuurlijk niet echt goed. Gaan we nu verder naar de rest van het huis. Als we hier schuin naar de overkant gaan, komen we in de tweede slaapkamer. En die gebruiken we als kledingkast eigenlijk. Kijk, ik heb hier even een soort van tijdelijk kledingrek staan. Hier heb ik wat allemaal spullen opgehangen die ik wilde gaan verkopen. Momenteel hebben we even onze shopper closet heel eventjes op een vakantietje gezet. Maar ik zal het even het linkje daarvan in de beschrijving zetten. Want we gaan over een tijdje weer beginnen om die te vullen. En alles wat ik dan wil verkopen hangt gewoon hierop. Zodat ik duidelijk weet wat er te koop staat enzovoort. Dus daarvoor is dit rek. Mijn bureau, deze ken je nog wel uit mijn roomtour van hoe lang geleden, weet ik eigenlijk niet eens. Het is gewoon precies nog hetzelfde bureau. Dit ding is van IKEA. Heel erg handig. Ik zit hier niet heel vaak, want ik werk ook heel graag met Tara gewoon aan de eettafel. Maar het is wel fijn om nog een soort van apart plekje te hebben waar je wel kan zitten en werken. Ik heb hier een super leuke letterbord staan. Deze is van Miss Cole. Deze kledingkast is van IKEA. Kennen jullie vast wel. Super bekend. En ik heb ook nog deze tweede rij met allemaal dozen. En er zitten tassen, producten in. Van alles en nog wat. Ik probeer het gewoon een beetje goed mogelijk weg te werken. Maar dit is inderdaad niet de meest nette of fotogenieke ruimte. Maar zo kan ik wel gewoon gelijk makkelijk zien wat er allemaal is. Dit deel is van mijn vriend. Dat is zijn kledingkast. Die heeft wel wat meer, hoe zeg je dat, aesthetic aangekleed. Dus hij heeft alles gewoon netjes en zijn schoenen hieronder gedaan. Maar ja, dat was het. Gaan we nu verder naar weer de andere kant. We doen gewoon een beetje een zigzagvorm. En hierachter bevindt zich de badkamer. Met de badkamer ben ik ook super blij, want die is eigenlijk best wel nieuw. Het is gewoon een hele fijne douche. En ik heb hier zo'n mandje opgehangen. Deze zijn van Hema. Daar kan ik gewoon alle producten in kwijt, wat heel erg makkelijk is. En ik heb hierboven ook nog wat extra's staan. Dan heb ik hier aan deze kant een spiegel met van die ingebouwde lampjes zitten. Ook wel echt heel erg chill. Geeft heel mooi licht en zo. Maar dat zat allemaal hier kant-en-klaar al bij. Dus ik heb geen idee waar het vandaan is. Als ik iets verder naar achter ga, is dit gewoon zo'n bekende
kast van IKEA. En dan hebben we hier een beetje de washoek, wasmachine, deze Betana Serena ook. En die vonden ze fijn, dus ik dacht, nou ik neem precies dezelfde. Want dat leek me wel heel erg chill. Wasmand, ik heb hier nog even eentje opgehangen die leeg is. En wat zuignapjes. Door mijn hele huis, ik weet niet of jullie het echt in deze video gaan zien, maar door mijn hele huis heb ik heel veel van deze zuignapjes zitten. Dat is eigenlijk mijn nieuwe soort van verslaving. Die dingen zijn zo ontzettend handig en ik gebruik ze voor heel veel dingen. Van de Zenos zijn ze heel erg cheap. We komen nu aan bij het toilet. Het is eigenlijk ook vrij simpel, ook best wel nieuw. Dus dat is wel heel erg fijn. En ik heb een heel leuk spiegeltje opgehangen. Die ken je misschien nog wel uit mijn verjaardagsshoplog. Die heb ik van Tara gehad. Ja, verder houd ik het een beetje simpel. Ik heb hier wel een mandje met wat dingetjes staan. Maar het is wel gewoon echt een mini toilet. Zeg maar, als je super groot bent, komen je knieën misschien tegen de deur. Maar verder, voor ons is het wel heel erg goed te doen. We zijn nu aangekomen in mijn huiskamer. Misschien wel een van mijn favoriete plekjes. Of waar ik eigenlijk gewoon grotendeels van de tijd wel ben. Dat is door deze ramen die echt extreem veel licht naar binnen laat. En daar hou ik gewoon heel erg van. Verder heb ik hier gewoon een hele grote bank staan. Deze van IKEA. Deze had mijn vriend ook al in zijn vorige appartement. Die hebben we gewoon mee verhuisd hier naartoe. En we hebben wel nog dit lange gedeelte erbij gekocht. Want dat is echt super chill. Tafeltjes hebben we via Lovis besteld. Ik weet even niet 100% zeker meer wat het merk is. Maar ze zijn wel heel erg chill. En ik heb gewoon een grote en een kleine. Zodat het gewoon een beetje onder elkaar kan schuiven. En heb je net wat meer plek. Vond ik wel leuk staan. Het kleed is van Sostrene Grenne. Die hebben we een tijdje geleden gekocht. Dit kussentje is ook van Lovis. Die ook van Lovis. Die ook van Lovis trouwens. En deze was van In My Interior Must-Haves. Als we hierheen draaien, hebben we hier de vensterbank. Die was oorspronkelijk bruin, roodbruin zelfs. Maar we hebben er van het speciale plakplastic op gedaan. Het is zeg maar mat wit plakplastic. Wat je er ook best wel mooi zou moeten kunnen verwijderen mocht weer uitgaan. Maar we vonden dat roodbruin gewoon niet echt heel erg mooi. Dus we hebben het gewoon wit gemaakt. Vonden we wel een hele makkelijke en simpele oplossing. In plaats van dat je het echt gaat schilderen. Dan hier. Deze kennen jullie misschien nog wel van vorig jaar. Dit is de unicorn lamp. En die heb ik echt gewoon door Amerika heen gesleept. En mee naar huis genomen in de handbagage. Het was een beetje gedoe om dat ding mee te krijgen. Maar ik ben er heel erg blij om dat ik hem heb. Want deze is gewoon geweldig. Aan deze kant hebben we de tv staan. En de boxen. En de tv-kast. Deze is ook weer van IKEA. Zoals je hoort zijn we niet echt heel erg origineel met onze meubels tot nu toe. Dit is een plant die we gekregen met onze housewarming. Ik weet even niet de naam van deze plant. Maar ik vind hem heel erg cool. Want dat doet me een beetje denken aan een palmboompje. Dus dat vind ik wel lachen. Hierboven hebben we trouwens onze lamp hangen. Ook van deze weet ik even niet het merkje. Maar hij is niet van IKEA. Dat niet. Maar we vonden deze wel echt heel erg tof. Hij is net ietsje anders als de andere draadachtige lampen die je tegenwoordig heel erg ziet. Ik vond deze heel erg vet. En omdat die wit is, is die niet te erg in your face. Gaan we nu verder. Ik heb hier een inbouwkast. Hier zitten allemaal spulletjes in. Het is best wel rommelig en voorraad. Maar hier hang ik wel altijd standaard de tas aan vast die ik zeg maar op het moment draag. Gaan we door naar dit hoekje. Dit zijn twee planten. Deze heb ik gehad van Serena voor kerst. Die hebben Serena en Tara zelf ook. Het enige is dat mijne het minst hard groeit en het kleinste nog is van allemaal. Ik heb gewoon niet echt hele goede groene vingers hiervoor. Maar ik vind het wel echt een super leuke plant. Deze plant had mijn vriend zelf al. Die hebben we ook gewoon meegenomen. En die staat hier ook wel prima. Dus het zijn allemaal leuke plantenvriendjes bij elkaar. Dit is een kast. Ik krijg best wel vaak vragen over deze kast. Maar ook deze is gewoon weer van IKEA. Deze kast was ook gewoon van mijn vriend. Dus die heeft hij ook gewoon meegenomen. En die staat allemaal vol met allemaal ditjes en datjes. Zoals je ziet, zoals je kan zien, houdt hij van festivals gaan feesten. Eigenlijk alle bandjes die je op een festival krijgt. Deze is wel heel erg bijzonder, vind ik. Het is van Tomorrowland van afgelopen jaar. Alle bandjes die verzamelt hij hierin. Dus ja, dat zijn er al heel wat geworden en het staat gewoon wel lekker kleurrijk. Als we doorgaan naar deze kant, dit is een beetje ons sleutel en belangrijke dingetjeshoekje. Dus je portemonnee en sleutels eigenlijk ligt er, maar het is echt een beetje een rotzooi. Ik heb hier een heel gaaf schilderij staan. Deze heb ik een aantal jaar geleden met Tara gekocht toen we in New York waren. En deze vind ik nog steeds echt gewoon ontzettend tof en hij bedekt eventjes een soort van... Ik denk dat dit vroeger een open haartje is geweest. Dus deze staat gewoon hiervoor. En die vind ik hier prima staan. Dus die vind ik echt nog steeds super vet om te hebben. Ik
heb hier ook een amethyst staan. Deze heb ik van mijn ouders gehad toen ik hier kwam wonen. En deze is ook wel heel erg belangrijk voor mij. Vind ik ook echt super mooi. De meeste muren zijn best wel een beetje wit. En dat is eigenlijk gewoon een compromis die mijn vriend en ik hebben gemaakt. Mijn vriend houdt het liefst gewoon van alles leeg, wit, super clean. En ik ben juist wel wat meer van de prulletjes en dingetjes. Dus het is gewoon elke keer een beetje een afweging die we moeten maken. Dus vandaar dat de meeste muren een beetje leeg zijn op een paar delen na. Wilde ik eventjes als tussendoor stukje laten weten. Als we naar deze kant gaan kijken, hebben we achter de bank een hele grote, de meest bekende IKEA-kast die hier bestaat. Die staat hier achter de bank en dit vind ik wel echt heel erg chill staan. Oh, in al deze dozen zit echt van alles en nog wat. Denk aan beddengoed, papieren, doe-het-jezelf dingetjes, echt alles staat hier. Ik ben echt super blij met deze setup dat het zo achter de bank staat. En natuurlijk ook deze. Hier heb ik laatst een blogpost over gemaakt. Dit is mijn doe-het-jezelf cactus terrarium. Ik vind hem echt super leuk geworden. Dus ben je benieuwd hoe je deze maakt en wat meer informatie hierover? Ik zal ook even het linkje van die blogpost in de beschrijving zetten. En deze zijn ook wel heel erg tof. Ik heb deze super leuke glazen bakjes van Vintage Lab 15. Daar kan je echt van alles en nog wat in kwijt. En ik heb er nu een hele leuke airplant in gedaan. Dus ik heb deze. Deze. Er zit echt een gatje in. Een gat in. Gat in, waardoor je dus in kan steken. En deze iets grotere. Daar heb ik dus het potje in gedaan. En hier heb ik de nog grotere. En daar heb ik lampjes in gedaan. Dus deze vind ik wel echt super vet. Als het goed is zijn ze nog allemaal beschikbaar. En ik zal ook eventjes dat in de beschrijving zetten. Waar je ze kan shoppen. En hier in de hoek heb ik nog een hele leuke schommelstoel staan. Deze is ook van Vintage Lab 15. En het is gewoon echt chill met een kussentje erop van een flamingo. Deze is ook van Lovies trouwens, dit kussentje. En hiernaast is een cactus. Ben ik ook super blij mee. Deze heb ik van mijn moeder gehad. Is van de Praxis. Maar vooral de pot vind ik echt heel erg vet. Deze is van Intratuin. En dan gaan we nu naar die kant van de huiskamer. Want de huiskamer heeft een soort van L-vorm. Dus dit is zeg maar de eetkamer. Maar eigenlijk eten we hier, volgens mij hebben we hier nog nooit gegeten. Zelfs aan tafel. We eten eigenlijk altijd gewoon op de bank. Maar mocht je zeg maar aan tafel willen eten met een grote groep mensen, dat kan hier wel. Deze tafel, die is nog steeds een soort van work in progress. Dit tafelblad hebben we overgenomen van Aree's moeder. En die moeten we eigenlijk gewoon nog schuren en eventueel verven of lakken of wat dan ook. En de poten hebben we losgekocht gewoon bij een speciale metaalhandelaar. Ergens in het zuiden van het land hebben die gescoord. En deze vind ik ook echt super gaaf. Die hebben gewoon een soort van, dit heet de trapezevorm trouwens. En die hebben we wel voor een hele goede prijs kunnen scoren. Dus daar zijn we echt super blij mee. De stoelen die eromheen staan zijn ook van Vintage Lab 15. En hij wilde graag dat de stoelen niet compleet hetzelfde waren. Dus we hebben deze met leuning en deze zonder leuning. Zodat het niet te geëikt en perfect bij elkaar past, maar wel nog redelijk matcht. Oh ja, hier op tafel deze iMac is verkocht, dus die staat hier echt gewoon bij toeval, maar normaal staat hier gewoon helemaal leeg. En dit is eigenlijk gewoon het bureau waar Tara en ik graag aan werken. Het is gewoon een hele fijne plek om hier te werken, omdat het lekker ruim en licht is. Dus we zitten niet te veel op elkaars nek, maar wel nog gewoon dichtbij, zodat we goed kunnen overleggen. Hier achter mij, dit is zeg maar de wall art. Deze schilderijen zijn van Unique. En deze hebben we gewoon allemaal zelf uitgezocht op de webshop. Ik vond het heel erg leuk om gewoon zo'n mooie muur te maken met prints die zeg maar niet per se perfect bij elkaar passen, maar toch wel een beetje met elkaar in overeenkomen. Dus al deze prints zijn van de Unique. Ik zal even het linkje ook daarvan in de beschrijving zetten. En we hebben deze zo opgehangen zodat het zeg maar netjes lijkt voor je oog, maar toch ook wel heel erg asymmetrisch, wat we heel erg leuk vonden. Maar dit ophangen was echt heel erg moeilijk. Zeg maar over al deze prints hebben we denk ik 4-5 uur gedaan, want ik vond het echt heel erg moeilijk om het gewoon netjes en recht te krijgen. Maar het hangt nu wel echt super mooi en ik vind het echt een heel erg leuk plekje. Dit is ook een heel leuk hoekje, dus dit is zeg maar achter de eettafel. En in dit hoekje heb ik sinds misschien 2 maanden deze kast opgehangen. Deze kast is van Sostrene Grenne en deze vind ik ook echt heel erg leuk omdat die heel erg simpel is. Ik heb allemaal leuke dingetjes erop gezet. Dit is het plantje die ik voor mijn verjaardag heb gehad van Jolien. En deze is blijkbaar goed aan het groeien, dus hier hebben we een nieuw plantje. Kan ik dus toch wel. Deze moet ik eventjes wat water geven, zie ik nu. Dit is de jeans waar ik laatst ben uitgescheurd. Dat was uit de Summer Goals nummer 3.
4. Mijn vriend zei dat ik hem misschien nog wel kon maken. Dus in deze goede hoop ga ik gewoon nog eventjes bewaren. En kijken of ik er nog iets van kan brouwen. Want dat zijn super fijne jeans. Maar anyways, dit kastje dus vind ik super leuk. Ik heb hieronder een gitaar staan. Mijn vriend speelt gitaar, ik niet. Het enige wat in deze eetkamer nog niet af is, is de ontzettend vreselijke lamp die hier hangt. Zoals je kan zien hangt die ook echt totaal niet goed. Hij hangt helemaal boven niks eigenlijk. We zijn op zoek naar een hanglamp die je kan doen in combinatie met een plant. We hebben een keer een hele mooie lamp gezien waar je zeg maar plantjes in kon planten. Die kwamen er overheen, maar die hebben we niet meer kunnen vinden. Dus mocht je een leuke lamp weten, hanglamp, die je in combinatie met plantjes en groen kunt doen, laat me eventjes weten, want we willen echt even een keer deze lamp gaan vervangen, want dit is gewoon eigenlijk helemaal niks. Nou, gaan we nu door naar de slaapkamer. En dat is deze kamer. En deze is ook super fijn, want er komt ook heel veel licht naar binnen. En het is eigenlijk gewoon een vrij simpele kamer, gewoon best wel vierkant. We hebben hier het bed staan in het midden. Deze is echt super fijn, ben ik echt extreem blij mee. Het is een matras van Emma. Die heb ik opgestuurd gekregen en ik ben er echt zo ontzettend blij mee. Meteen vanaf de eerste nacht sliep ik hier super lekker op. Dit is niet een gesponsord prijsje of wat dan ook, maar ik vind het gewoon echt een super lekker matras. En hier slaap ik echt extreem goed op. Dus wil je meer informatie weten over een supergoed matras en over deze? Ik heb er ook een blogpost over geschreven, check die ook zeker. We hebben hier onze IKEA spiegel staan. Ook een super bekend ding, maar deze is echt heel erg fijn. Ik kan gewoon mijn hele outfit erin zien. Dit deel is de kant van mijn vriend. Mijn vriend staat aan deze kant. We hebben hier een lamp staan met ananasje. Deze is van Mode Must-haves. Hij staat niet aangesloten of iets, dus het is eigenlijk gewoon een beetje voor de sier. En ik had niet echt een andere plek voor deze lamp nu. Maar ik vind hem allebei gewoon heel erg leuk, dus dat is gewoon helemaal prima dat hij hier staat. Deze kant is dan wel echt mijn kant van de kamer. En als je het zo ziet, dan is het ook echt duidelijk wiens stijl, een beetje wie is. Dus van Rees kant is heel erg simpel en wit. Aan mijn kant komen wat meer met wat prulletjes en kleuren. Hier heb ik bijvoorbeeld mijn kast staan van IKEA. En hier doe ik eigenlijk mijn make-up. Dit is gewoon een beetje mijn dagelijkse make-up die ik hier heb staan. Dit spiegeltje is ook van IKEA trouwens. Kreeg ik ook altijd heel veel vragen over. Dus hier ligt mijn make-up. Dit rek ken je misschien ook nog wel uit mijn eerdere roomtour. Is van de Carwei uit mijn hoofd. Gamma, al dat soort plekken kan je dat vandaan halen. En dat is gewoon een soort van tuinrek. En die heb ik hier opgehangen. Het lampje heb ik van Tara gehad. Deze is van Zenos. Vind ik ook echt super leuk. En ook het marmeren klokje. Die heb ik voor mijn verjaardag gehad. Ook van Tara. En dat is ook echt mijn favoriete aanwinst nu in deze kamer. Omdat ik echt heerlijk vind om vanuit mijn bed de klok te kunnen zien. In plaats van dat ik echt mijn telefoon hoef te pakken om daar zeg maar de tijd op te zien. Let niet op al deze watervlekken die erop zitten. Maar aan het raam heb ik een zuignapje opgehangen. En dit is een vergrotende spiegel ook nog. En aan dit hoekje is dus ook nog steeds mijn kant van het bed. En dit tafeltje heb ik heel lang geleden wel bij Sostrain en Grenne gekocht. Het is een van mijn eerste aankopen daar eigenlijk geweest. Ik heb ook een super fijne pillow mist. Deze is van Bath & Body Works in de geur Lavender Vanilla. Dit is zo ontzettend lekkere geur. Vind ik heel erg lekker om deze een beetje te sprayen voor het slapen gaan. En ik heb ook nog wat posters opgehangen. Deze zijn ook weer van Unique. En ik heb ze opgehangen met van dat leuke washi tape van de Action. Met van die leuke rose gold sterretjes. Dat vond ik wel heel erg leuk staan. En ik heb twee deuren naar het balkon. Hier dus een deur. Dus vanaf de slaapkamer is het wel heel erg lekker zeg maar, om 's ochtends gelijk de deur open te gooien. En we hebben ook een deur in de huiskamer. Daar gaan we nu naartoe verlopen om het balkon nog eventjes te laten zien. En deze balkondeur zit hierachter verstopt. Nou, we hebben heel mooi geluid. We zijn op het balkon aangekomen. Best wel oké balkon eigenlijk. Niet heel erg bijzonder. Maar ik heb helaas deze zomer niet mijn balkon echt gekregen zoals ik hem wilde. Maar dat is zeker een project voor volgend jaar. Maar ja, dit is in ieder geval hoe het er nu uitziet. Ik heb hier twee kussentjes op de grond staan. Het is een leuk Batek printje. Hier kan je lekker op chillen. Dit is echt, ja, niet een trots. Dit is echt zo'n super grote plantenbak die mijn vriend een keer heeft gekocht. En ik vind hem echt vreselijk. Dus nu staat hij hier op het balkon. Wordt een beetje gebruikt als een soort van krukje. Dus op zich vind ik dat nog wel prima. Dit krukje gebruik ik eigenlijk heel erg graag. Deze is van Action. En hier hebben wij de balkontafel staan. Deze is van IKEA. Ik zal hem even in elkaar zetten. Dan kan je gewoon hier op het krukje zitten. Hier lekker werken. Eventueel met het mooie uitzicht. En dat is gewoon echt super chill. Dit is ook de barcart. Die kennen jullie nog wel uit een van onze eerste budgettoppers video's volgens mij. Dus die staat hier gewoon lekker te chillen met een barbecue erop en wat spulletjes.
Dit is een balkon, ik weet niet. Ik heb nog niet heel veel extra's om te laten zien. Ik wil hier misschien nog een hele grote skul gaan ophangen. Leek me heel erg tof, maar deze muur was zo ontzettend hard dat ik er nog geen spijker in heb kunnen krijgen. Maar wat ik wel heb gedaan is wat van deze lapjes opgehangen. Deze zijn van IKEA. Nee, HEMA zijn ze. En als je goed kijkt, dan zijn ze opgehangen met weer de zuignapjes met het haakje. Daar zijn ze gewoon ideaal voor. Dus ik hoef niet iets in de muur te slaan of een spijker om ze aan op te hangen. Maar ik heb gewoon de zuignapjes gebruikt, zodat ze ook gewoon weer heel makkelijk eraf kunnen worden gehaald. Maar zoals je kan zien is dit balkon dus eigenlijk wel het minst af van het hele appartement. Nou, super bedankt voor het kijken naar mijn house tour. Mocht je nog iets hebben van, hey, waar is dat item vandaan of waar is dat item vandaan? Ik heb niet alles kunnen noemen in de video, want dan zou het wel heel erg veel worden. Dus laat me eventjes vooral weten in de comments als je iets wil weten waar het vandaan is. Zou ik proberen om erop te reageren. Mocht je dus nog een leuke tip hebben voor een lamp die wit is en ook in combinatie met iets van leuke plantjes of groen. Laat me ook vooral eventjes weten in de comments, want ik wil echt nog heel graag een leuke hanglamp voor in de eetkamer. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken in ieder geval. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen en om je te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!